afgereisd naar Arnhem. Ik ga eens een kijkje nemen bij de Chinese muur. Een mooie locatie, dicht bij de dierentuin. En ik moet zeggen, de buitenkant belooft veel. Veel parkeerplaatsen en een mooie uitstraling. Ik ga naar binnen. Nou, dan stap je al één stap naar binnen en dan kijk je eigenlijk om je heen. En dat geeft al gelijk een lekker warm gevoel. Nou, de entree belooft veel. Echt een mooie Aziatische indruk kreeg ik gelijk. Goeiedag. Hi. Ja, ik ging naar binnen en daar ontmoette ik eigenlijk de dochter van de eigenaresse. Ja, ik heb netjes een handje gegeven en toen werd ik eigenlijk heel snel voorgesteld aan haar moeder. Hey. Goedemorgen. Op huis. Van harte welkom. Nou, het werd mij eigenlijk heel snel duidelijk dat ik eigenlijk in een mooi familiebedrijf terecht was gekomen. Ik ga gelijk mijn jas aantrekken en dan gaan we eens kijken hoe het eruit ziet. Hé, maar het ziet er gaaf uit, zeg. Ik vond de buitenkant wel indrukwekkend. Het is een mooie locatie. Dat is ook heel mooi, hè? Wat is dit voor moois? Ik zag gelijk een soort award hangen, een soort prijs. Je hebt onze sous-chef-kok 2012 in Singapore wereldwijd Chinees kookwedstrijd meegedaan. Heeft een gouden medaille gewonnen. Zo, dat belooft veel. Ja. Hey, en vertelt u nu iets over het restaurant? Want een buffet midden in de zaak? Ja, we hebben buffet speciaal gericht voor meestal voor meer weekend. En dan merk je eigenlijk gelijk dat zij vol passie over haar mooie restaurant praat. Dit is wel een mooie, chique uitstraling. Hè? Ja, we zijn ook lid van de Fine Eastern Restaurant. Dus, wat houdt u in? Moet het beste doen. Dat zijn, ik wil niet zeggen de top Chinese restaurant, maar dat toch de veel betere Chinese restaurant die lid van worden. De Fine Food Restaurant. Fine Eastern Restaurant. Leuk. Ja. Dus je bent trots dat u bij de Fine Eastern zit? Oh ja, zeker. Al 20 jaar. Ja, dat is natuurlijk wel gaaf, hè? Dan denk je, hey, oké, hier wordt op niveau gekookt. Maar ja, wordt er ook op niveau schoongemaakt. Dus mijn vraag aan u is, zou ik een kijkje mogen nemen in de keuken? Tuurlijk. Gaat u gaan. Ik zou vragen mijn dochter u begeleiden. Kijk, kom maar. Gastvrijheid daar ook van. Ja, natuurlijk. Ja, toen ben ik met de dochter de keuken ingegaan. Dan gaat de deur open. En dan zie je ongelooflijk best een grote keuken. En dat gaf me gelijk al een lekkere indruk. En de koks. Ziet er mooi uit. Ja, die stonden daar met het hoofddekseltje in kokspakje. Mooi glaasje. Goede schoenen, ook belangrijk. Ik heb ze anders gezien. Hallo. Alles goed? Ja, goed. Chill. Hey, netjes. Ja, dankjewel. Nou, laten we even een rondje lopen. Doen we? Ja. Even kijken hoor. Waar wil je beginnen? Afzuigingen, het ziet er mooi schoon uit. De box. Mooie frisse uitstraling. Het viel me ook op dat je lekker veel licht in de keuken had. Dat is ook belangrijk, hè? Soms zie je van die duistere keukentjes. Ja, dan kan je wel eens iets over het hoofd zien. Maar hier kon je eigenlijk niks missen. We hebben heel veel lampen verwisseld, want er waren een paar echt heel erg verouderd. En het geeft een veel beter resultaat uiteindelijk ook. Dus, precies. Ja. Lekker veel licht en een goede uitstraling. Het eiland waar het allemaal gebeurt. Ja, waar het allemaal gebeurt. Leuk, hè? Ja. Ja, je ziet er strak uit, hoor, jongens. Leuk. Nou, dan trek je een vriezer open. Nou, kijk, het ziet er netjes uit. Keurig. Alles gecodeerd. Mooie Chinese termen erop. Waar ligt de zalm, Rob? Ja. Oh jee, we krijgen Chinees overhoring. Ja, snap je. Ja, ik ken veel talen, maar geen Chinees. En we zien er keurig uit. Leuk. En de structuur is zo belangrijk, hè, in je keuken. Ja, dan trek je de koeling open, omdat je gelijk opvalt. De structuur. Keurig gedaan, afgedekt en gecodeerd. Het vlees bij het vlees. Alles apart, zuivel bij zuivel. De uien, belangrijk, afdekken. Ze hadden zelfs een voorbereidingskoeling, waar alles netjes gepakt werd bewaard en gecodeerd in een aparte koeling. Nou, hier ook, hè? Alles keurig afgedekt, mooi gevacuumeerd. Het blijft de sappen lekker behouden. Ik kan niet anders zeggen, dat ziet er keurig uit. Hè? Blij om dat te horen. Oké, dan gaan we even brullen bakken. Voetpedaal. Zo zie ik ze graag, hè? Je hoeft niet in aanraking te komen met je handen. Hey jongens, ziet er keurig uit, hè, zo. Ook de structuur, hè, nu in de vriezer, alles apart, in de koeling ook apart. Ja, het is gewoon top. En je weet, als ik vrolijk word, dan beloon ik meestal mensen, hè, met een mooi certificaat. De eigen keurmerk, hè, de keuze voor Rob Keus. Die hebben een heel mooi plekje gegeven op de deur. En ze waren er ontzettend blij mee. Die kunnen ze je nooit meer afnemen. Ja, Rob was heel erg te spreken vandaag en we hebben het keurmerk gekregen, dus we zijn ontzettend blij. De keuze voor Rob Keus, hij hangt er. Hartelijk gefeliciteerd. En houd zo, oké? Ja. Top. Dankjewel. Heel blij. Goed gedaan. Heel blij, jongens. Ja. Yeah. Yeah.